Yo, missiekoetjes, welkom bij een nieuwe aflevering van de Minecraft Hardcore Survival Serie. Vandaag gaan we weer de Nether in, want we moeten een crafting table, nee, geen crafting table, een enchanting table ook niet. Nee, een brewing table maken, of een brewing stand, of hoe je het ook wil noemen. Dus daarvoor moeten we even als eerst een frame dropje hebben, omdat we de Nether in gaan. Maar, een hoe heet het krijgen? Een blaze rot, dus moeten we een blaze vinden en die doden. En dan krijgen we een blaze rot. En dat is goed, denk ik. Maar dus moeten we even de bescherming afmaken voor de Nether Portal. Oh, daar hebben we de ghast alweer. Goddammit. En daar waren we natuurlijk de vorige keer geëindigd. Dat we bijna vermoord werden door een ghast. Maar ja, dat moet ons niet lopen dwars op bomen. Wij gaan gewoon even de portal hier helemaal beschermen met cobblestone. Anders gaan we dirt. Dat is niet best. Maar dan ben ik altijd dirt. En dan kap ik weer deze survival serie. Niet dat ik het vervelend vind of zo, maar ik heb geen zin om weer helemaal overnieuw te gaan starten. We zijn nu eindelijk zo ver. Echt gewoon. Zover zijn we nog nooit gekomen. Ik heb nog nooit het Nether bereikt op gewoon PC. En nu wel. En dan nog in Hardcore Survival ook. Dus dat is al een hele prestatie op zich. Oké, dus even weg hier. We kunnen hier op zich nog wel een huisje achterbouwen. Als we genoeg cobblestone hebben. Waarschijnlijk wel. Ik heb toch meer dan genoeg cobblestone bij me. En ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er gebeurt als je, hoe heet het, meeneemt naar de Nether. Een kist. Of je gewoon dingen kan instoren. Of dat hij ontploft. Of wat ik van wat. Ik weet wel, als je een bed in de Nether zet, dat hij ontploft. Dat heb ik een keer geprobeerd op de Xbox-versie. Dan ging ik een huisje bouwen. En ging ik daar een bed in zetten. Plof, alles weg. Oké, daar zat geen cobblestone in. Of niet genoeg tenminste. Kijk, hier zie ik veel cobblestone. Dan gaan we een huisje maken voor cobblestone. En we hebben ook nog wat hout. Daar gaan we dus even een, hoe heet het, van maken. Een deur onder andere. Want ja, de deur is toch wel handig als ik dingen. Als ik er veel voorkomen dat er dingen binnenkomen. Het gaat waarschijnlijk niet veel beschermen, maar ja, het valt proberen. Ik moet even wat meer hout hebben trouwens, bedenk ik mij nu. Want één deur daar heb ik niet genoeg aan, want ik heb twee ingangen. Of uitgangen, of hoe je het ook wilt noemen. Ik moet trouwens ook even het doorheen gaan verbeteren. Mijn tuintje hier, mijn farmpje. Die ga ik waarschijnlijk onder de grond bouwen. Maar dan wel dat er een soort zonnendak zit, zo wil ik het noemen. En de bovenkant, dat daar gewoon is allemaal geplaceerd. En dat ze naar boven en naar binnen kunnen kijken. En dat zou ik wel eens vinden. En daar staat de Skeleton Archer. Zolang hij ons niet merkt, is het goed. Dat wil een beetje kijken, maar voor de rest doet hij niet echt wat. Ik kan hem ook gewoon aanvallen. En het is nacht. Nee, het wordt weer dag, gelukkig. Oh, hij komt op mij af. Jij komt op mij af, of niet? Soms zei jij lallekert. Jij magere idioot. Oké, weg hier. Oké, we hebben dus nu weer wat hout. Dan kunnen we twee deuren maken. Ik heb nu één deur. Ja, dat klopt, van acierhout. We moeten gewoon wachten tot het dag is. Dan kunnen we dus wat hout gaan hakken. En dan gaan we even slapen, joh. Dat is toch maar heel kort natuurlijk. Maakt niet uit of je nou om, weet ik veel, net voordat het dag wordt gaat slapen. Of dat er een skeleton archer je probeert te doden. Ook al verbrandt hij levend. Hallo, hij is al dood. Dus op zich verbrandt hij niet levend. Hij verbrandt dood. En dat is dat een enderman. Hallo, enderman. We gaan je nog niet lastigvallen. Nog niet. Dan zijn we een enderpearl willen hebben omdat we naar de end gaan. En stop met teleporteren. Dat vind ik engerig. Engerig. Dat vind ik enderig. Ah, flauw. Oké, dan gaan we dit even omhakken. En dan gaan we weer naar boven. Die boom daar had ik ook niet helemaal gehakt. Nee, laten we dat karwei zitten even afmaken. Of nee, niet. We gaan dus even alle bomen hier omhakken. Want ik vind het lelijk als je gewoon bomen omhakt, maar dat je de top laat staan. Het voelt niet realistisch en ik vind dat er gewoon mooi niet uitzien. Dus hakken we het gewoon helemaal om. Anders word ik een beetje spastisch en dan gaat het gek worden. Oké, is goed. Ze hebben nu het grote deel van de boom weg. Even kijken of niet vooral ergens hout nog zit. Ik denk het niet. Ik denk dat we zo wel in de kleur zitten en dat we gewoon even dit moeten omhakken en mee naar binnen nemen al het hout. En daar gaan craften. Kist maken en wat is dat hout? Dat was inderdaad al het hout. Nu die nog. En dat we dan van dat hout maken we deuren en kisten. En dan hebben we in ieder geval een opslagplek. En een deuren in de Nether. Ja, deuren zijn zo handig in de Nether. Waarschijnlijk niet. Maar ja, weet je, dan komen in ieder geval geen pigmen of zo mijn huis binnen als ik er niet ben. Als ik weer in de overworld zit zoals deze. En niet in de Nether zit. Want ik hoef niet altijd in de Nether te zitten. We moeten ook mijn huis een keer uitbreiden. Er zitten nu alleen maar twee kamers. Eentje voor de Nether portal en eentje voor mijn opslag en slaapplek. Maar we moeten dus ook nog een ondergrond farm bouwen. Ik wil nog een brewing kamer maken. Ik wil nog een alchemie kamer maken. Dat is eigenlijk de brewing kamer. Maar dit is mijn mijn. Deze moet ik niet hebben. Wat ik bedoelde. Wat bedoel ik ook weer? Oh ja, een enchanting kamer. Een slaapkamer. En dat was het wel eens een beetje. Want nu is het nog niet zoveel. Maar ja, het is ook hardcore. Dus ik wil eigenlijk niet veel tijd besteden aan dingen doen en maken. Maar echt dingen. Maar ook gewoon echt verkennen. Dat vind ik leuk. Zo, we hebben ziek voor ijzer. Kunnen we iron tools van maken? Nou, is niet per se nodig. Kunnen we wel weer een iron axe van maken, mocht dat nodig zijn. En deze hier. Je moet eerst natuurlijk planks ervan maken. Ben ik nou wat dom bezig? Waar ben ik een idioot? Oké, ik heb wel genoeg planks. Ik bedoel, dat gewoon hout hebben we niet echt nodig momenteel. Oké, dan hebben we twee deuren. Zo, ik ga hier eentje. En kistjes. Kistjes die laten zich niet kisten. Ja, die grap moest ik even maken. Zo, hebben we nog genoeg? Nee, nog niet. Nog eentje. Dan nemen we even één grote kist met een nether. De rest van het hout laten we hier. Want dan hebben we niet gek veel ruimte. Niet gek veel mee in de nether. Heb ik een boog? Ik heb een boog, joh. Kom even naar een boog. Gekheid.
Maar in ieder geval, ik heb een boog. Daar ben ik dus nu achter gekomen. Je hebt toch ook, hoe heet het, Soul Sand. En daar kan je Nano Rack op verbouwen. Ja, allemaal dingen. Ik klink nu heel technisch, maar ik heb helemaal geen idee waar ik het over heb. Ik hoor telkens een gas, maar ik zie hem niet. En dat is eigenlijk maar beter zo, want gas zijn vervelend. Echt heel vervelend. Telkens mijn shit proberen op te blazen. Maar dat gaat er niet lukken, idioten. Niet vandaag. Not today. Oh ja, dan moet je natuurlijk gewoon weghakken zo. En dan hebben we allemaal Nether. Hoe heet deze shit ook weer? Netherrack. Ja, dat was niet hetgeen wat je om kon bouwen, maar dat andere. Ik ben vergeten hoe die plant heet. We zitten trouwens op een heel gevaarlijk stukje in de Nether, zo te zien. We zitten dicht bij een richel. Met een lavastroompje achter ons. Dus het wordt nog pittig spannend hier. Dat we niet zometeen die lavastroom ingegooid worden door een ghast of zo. Dat heb ik liever niet. Dit wordt een beetje het achterste gedeelte van mijn huis. We kunnen natuurlijk ook gewoon deze kant op lopen. Dan hoeven we niet per se door weer naar de overworld. Eens kijken. De chest. Dit wordt een beetje de chestruimte hier. We gaan hem even helemaal afbouwen. Even een dakje en dergelijke erop. Hij hoeft niet zo hoog te zijn als de portal. Oh shit, vuur. Ik moet even vergeten water mee te nemen. Dat ook natuurlijk. Dan wordt het ook een beetje het waterruimte, denk ik. Dan gaan we hier dus ook een poeltje bouwen. Ik weet niet of dat kan in de Nether dat je water kan meenemen. Maar ja, wie niet wagen, niet wint. Oh, ik heb al water bij me. Oh, helemaal mooi. Ik kom gewoon voorbereid hier binnen. Ik heb gewoon condoom en zaaddonens. Pasta heb ik al bij me. Zo. Dit helemaal gooien, dichtgooien. En eigenlijk heeft die deur, die tweede deur die ik meegenomen heb, niet zoveel nut. Nu ik het zo bedenk. Aangezien deze ruimte gewoon afgesloten wordt. Maar ja, dat is gewoon een beetje decoratief. En we hoeven niet per se te verlichten, of wel? Nou ja, doe dat gewoon, joh. Beetje sierverlichting. En dan komt hier het kistje. En dan komt hier het plekje met water. Als dat kan. Ik weet niet 100% zeker of het kan. Maar ja, dat zien we dan weer. Moet ik een vloer hebben? Nou, niet per se. Volgens mij niet. Even kijken. Water. Ik weet niet of we deze thuis volgens dit gaat hebben. Maar dat... Oké, ik kan geen water meenemen in de Nether. Fijn om te weten. Werkt het wel op steen of niet? Dan gaan we even terug naar de overworld. Gaan we even water halen. Dan gooien we het even op het steen op het dak. En als het dan ook gewoon weggaat door de hitte. Die hier blijkbaar ontstaan is. Door al lava en vuur en zo. Dat gaat nog eens snel dan. Dat er veel hitte ontstaat. Zo. Ik zie dat we ook de sugarcane lekker bezig zijn. Dan kunnen we boeken van maken. Bladzijden en boeken. Hoe is het ook weer? Dan heb je een leer en daar een boek en dan leer nodig. We kunnen beter dat die village gewoon leeg plunderen voor boeken. Maar dat komt wel een andere keer. Oké, we gaan nu proberen op het steen. Dan moeten we even hier omhoog klimmen. Dat moet wel lukken. Hoop ik. Hoop ik niet aangevallen worden door een gas of zo. Niet in het vuur gedond worden. Werkt dit? Nee, het werkt niet. Oké. Conclusie, ik kan geen water meenemen naar de Nether. En dat vind ik een beetje jammer, want waarschijnlijk vlieg ik in de brand en dan ben ik dood. Oké, de rest van de cobblestone hier als een soort cobblestone reserve. We hebben één deur nu nodig. En we gooien er ook allemaal andere shit in. Ja, deurtje. Ga niet van nut hebben, maar ja, ik vind het gewoon leuk. Even kijken, dan gooien we hier de cobblestone hebben erin zitten. Bone, iron ingots kunnen we wel mee naar huis nemen. De boog, netherrack, voedsel. Hebben we nog meer nodig? Ik heb full armor volgens mij. Ik heb inderdaad full armor, dus dat is geen probleem. We hebben de flint steel niet echt nodig. Ja, dan maar zo. Dan gaan we nu de Nether trotseren. En dat vind ik heel spannend. Want ik vraag me af of dit goed gaat komen. Waarschijnlijk niet. Of wel, we zullen zien. Oké, we zitten nu hier. En dat is duidelijk, hier. Ik moet even een hele hoge toren bouwen, denk ik maar net. Van allemaal cobblestone. En daar gewoon even een torch op leuren. Dan kan ik in ieder geval de weg terugvinden. Vanaf een afstand kan ik het zien. Als ik mijn fuel distance zo omhoog zet. Had ik een torch bij me? Ah, ik had ziek veel torches bij me. Dat wordt geen probleem. En ja, de Nether is ook niet echt een donkere plek of zo. En dat was niet deze sarcastisch beeld. Het is gewoon echt niet donker, omdat er overal vuur en lava is. En dat geeft gewoon licht af. We hebben in ieder geval een goede plek waar we lava kunnen halen. Een goede lava resource. We hoeven niet helemaal weer onder de grond te gaan. We kunnen hier gewoon naar binnen lopen. Even met een emmertje en lava erin gooien. En dan is het helemaal mooi. Oké, dit moet even met zorg gemaakt worden. Want ik wil niet zo meteen van mijn toren afgeblazen worden dat ik doodval. Dat is echt een van die dingen die ik liever niet heb. Oké, even kruismodus. Maar wat is dat? Ik vraag me echt af wat dat is. Dat gaan we even minen. Ik zie daar mushrooms staan. Dat daar. Zie je die blok daar? Ik weet niet wat dat is. Waarschijnlijk iets nieuws. Oké, dan gaan we stukje bij stukje naar beneden hier. Fuck, wat zijn die geluiden? Oké, dit is niet echt heel handig gegaan zo te zien. Ik ga die val waarschijnlijk niet overleven. Ik waag er ook eerlijk gezegd niet op. Oh man, ik heb mezelf echt in een benarde positie geplaatst. Want dit is heel gevaarlijk. Is er nog een gas er in de verte? Blijkt alleen maar zo. Hoe de fuck gaan we dit doen? Ik denk dat we een deel van de toren moeten slopen. En echt een beetje... Ondertussen... Nou, dit is al genoeg, denk ik. Vanaf hiervan kunnen we niet doodvallen, hoop ik. Hopelijk. Nee, dit valt niet dood. Krijgen we wel damage? Ja, een klein beetje. Maar dat valt nog mee. Zo. Hebben we een beetje een soort van toren gemaakt waar we met toortjes... Zit helemaal goed. Maar ja, het is in ieder geval iets. Ik wil niet veel risico nemen nu. Want als ik daar hoog bouw, dan val ik naar beneden als een baksteen met een stuk lood eraan. En dan ben ik dood. Is dat nog een ghast? Is dat een ghast? Nee, dat is zo'n blok waar ik echt niet weet wat het is. Oké, we gaan het hakken. Wat is dit? Dit is... Nether Quartz. Geen idee wat dat doet, maar we hebben het. Moet ik even opzoeken wat het is. Ik heb wel de Minecraft wiki openstaan hier. Dus dan kunnen we altijd opzoeken. Ik zie daar mushrooms staan. We kunnen ook gewoon... Kan je mushrooms kweken?
Nee, maar je kan wel van die gigantische mushrooms maken. Dat is wel handig. Neem die gewoon mee. Ik heb bones bij me. Van die bones kunnen we boommeel maken. Van de boommeel kunnen we van die gigantische mushrooms maken. Of hebben we nog geen mushroom island gevonden. Of mushroom island, of hoe je het ook wil noemen. Oké, we moeten een beetje onthouden dat daar ik naartoe moet gaan. We moeten een beetje die richting aanhouden als we de weg kwijt zijn. Hey, Pigman, die doen ons niks, gelukkig. Die laten we dan ook gewoon met rust. Tenzij je hun slaat, dan vallen ze jou aan als jij hun slaat. Dus dat is natuurlijk zelfverdediging, dus dan is het gewoon helemaal legit. En dan overtreden ze de wet niet. Tenzij ze excessief geweld gebruiken, dus dat ze echt met geweer op mij schieten. Dan is het excessief geweld, dan is het tegen de wet. Ja, wat je wel in het leven met maatschappij leren, joh. Als jij bijvoorbeeld in een steegje staat en je wordt aangevallen met een zakmes en jij schiet dood met een pistool, dan is dat excessief geweld, dan ben jij dus ook strafbaar. Wat ik nou alle bullshit vind, want dit is eigenlijk gewoon zelfverdediging. Want anders had hij jou misschien neergestoken met dat mes. En ja, dan was jij dood. In plaats van hij. Maar als je hem in zijn knie schiet of zo, dan is het niet erg. Hallo, Pikmin. Jullie zien er verschrikkelijk uit. Dat moet ik toegeven. Oké, er is nog niet zoveel te verkennen hier. Ik zag daar wat glowstone hangen. Vuur, wat nether quartz. Allemaal Pikmin die daar loopt springen. Hebben die Pikmin trouwens forts of niet? Ik dacht van wel dat die een soort forts hadden. En dan gaan we die opzoeken. Of wat? Je had toch ook Netherforce of zo? Ik weet niet. We moeten even blazes vinden. En als we die blazes vinden, gaan we die doodmaken. Ik weet dat dat een gigantisch slim idee is, maar dat vinden we dan wel weer uit. Misschien moet ik echt helemaal diamond armor hebben om eigenlijk de Nether tot zero op hardcore. Maar ja, ik ben eigenwijs. En dan ga ik waarschijnlijk wel weer dood. En dan is het einde deze serie. Voor een tijdje. Dan ga ik waarschijnlijk gewoon iets anders doen met Minecraft. Misschien damage of zo op de server gameplay server. We zien wel. Maar ik ben nog lang niet plan om dood te gaan hier. Oh, kut. Dan hebben we gas of niet? Dat zijn inderdaad gas. Hoe sla je die dingen terug? Zo, volgens mij. Die balls. Balls of steel. Of eigenlijk balls van vuur, niet staal. Oh, het is diep. En ik zie er allemaal soul sand. En dat wil ik eigenlijk wel hebben. Give me all your soul sands. Maar even kijken. Dan moeten we dus heel langzaam afdalen. Ik wil niet doodvallen. Maar waar de fuck is die girl nou gebleven? Nergens. En waarom valt die de pikmin niet aan? Dat is racist ook. Al die fucking. En omdat ik een koe ben, vallen ze mij aan. Omdat ze mijn diersoort niet gezien hebben in de nether, worden ze meteen heel gevaarlijk tegen mij. Waar in de blazes vind je blazes? Ja, zie je wat ik gedaan heb. Oké, dit is allemaal soul sand, dus laten we dat een beetje gaan afgraven. Dit is toch soul sand? Soul sand, inderdaad. En daar kon je iets op verbouwen, maar ik weet niet meer wat. Het is een soort klein rood plantje. Ik ben de naam van kwijt. Maar ja, dat zien we dan weer. Zo, hoppakee. Hatsen, flatsen. Al het soul sand meenemen. Of waren het mushrooms die heel goed op nether. Soul sand. Ik haal die namen door elkaar. Soul sand, dat daarop groeide. Dat zien we dan weer. Maar ja, we kunnen dus ook nu gewoon open haard gaan bouwen. Want we hebben allemaal netherrack. Dus dat brandt lekker voor eeuwig. Dat vond ik echt chill. Heb ik trouwens al een keer het verhaal verteld dat ik een keer mijn huis afgebrand heb in Minecraft Xbox. Het is echt gebeurd. True story. Ik was zo met zo'n vrienden aan het spelen op Xbox. En toen gingen we een huis bouwen. En ik denk van, oh, het wordt wel leuk om even een open haard te zitten. Dus we gingen naar Nether. We hadden toegang tot de Nether. Was ongeveer nog een beetje in de eerste versies van de Xbox Minecraft. Minecraft Xbox dingetje. Wat de fuck is dat? Is dat zo'n Nether Slime? Dat is een Nether Slime. Laten we daar maar niet problemen mee krijgen. Of wel juist. Even kijken wat hij dropt. En toen wou ik er open haard bouwen. Dus heb ik Netherrack gehaald. Toen zette ik mijn hele huis in de fik. Probeer ik mijn water te blussen. Want ik was nog gigantisch slecht in Minecraft. Ik wist niet dat het op die manier moest. Dat je gewoon het uit moest slaan. Oh ja, dan wordt het natuurlijk allemaal van die kleine fucks. Was ik helemaal vergeten. Maar ze zijn wel makkelijk te doden deze. Jesus. Droppen ze nog wat speciaals? Nee. Niet deze vuurbal of zo. Oké, welke kant gaan we nu op? Ik weet dat daar mijn huis ergens moet zijn. Dus als we die kant oplopen, als we de weg terug willen vinden, dan is het mooi. Het is ook zo dat je, als je een tweede nether portal opent, dat die gewoon ergens anders uitkomt. Volgens mij wel. Wat hier? Hier niks. Oké, cool. Of juist niet cool. Ik moet een beetje de weg terugvinden. Dan moet ik eigenlijk een soort kruimelspoor achterlaten van brood of steen of zo. Ik vond, wat de fuck is dat daar? Oh, het is verdwenen. Zag je dat daar bij die lavastroom? Het was iets klein en wits. En nu is het weg. Wat is dat daar? Is dat ook een Pikmin? Het beweegt. Ik wil het eigenlijk wel gaan bekijken. Kom, we gaan doen. Of onthouden dat we daar vandaan kwamen. Of als we die kant op lopen, dan vinden we het zelf ook wel. Maar wat is het? Oh, is een Pikmin. Oh, jij maakt mij zo een war, Pikmin. Als ik jou niet. Als jullie me niet spontaan gingen aanvallen als ik jullie aanviel, dan had ik jou vermoord. Dan had ik je in de laaf geduwd. Geen getuigen. Niemand die kan zeggen dat ik hem vermoord heb. Oké, waar de fuck kwam ik vandaan? Daarboven? Nee. Oké, hierboven. Oh nee, je kan me niet vertellen dat ik de weg kwijt ben. Ik ben de weg kwijt. Oh nee, we kwamen hier vandaan. Oké, mooi. Denk ik. Dit is ongeveer de grotgang waar we vandaan kwamen. Iets in richting. Ja, ik hoor telkens gas. Of zijn dat Pikmin? Geen idee. Man, dit is echt de meest stressvolle situatie waar ik ooit in geweest ben in Minecraft. Ik kwam hier vandaan überhaupt al? Volgens mij wel. Als we zo meteen op grote open vlakte komen met allemaal Pikmin, dan zitten we goed. Oh, fuck.
fuck. Wow, 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 frame drop. Shit man, ik ben de weg kwijt. Ik ben echt helemaal de weg kwijt. Lost in the nether. Lost in the motherfucking nether. Dit is niet goed. Die muziek helpt ook niet echt erbij. Oké, hoe gaan we hier ooit uitkomen? Oh, zijn we daar vandaan gekomen? Ik weet het niet meer. Shit man, shit. Hier zijn we vandaan gekomen, want ik herinner me dat hier allemaal vuur was. Ik zie trouwens net dat iemand weer op Steam Online is gekomen, Nielsje bro. Als je deze aflevering kijkt, even een shout-out naar jou. En er is trouwens ook een summer sale op Steam. Echt gigantisch gaaf. Het zijn gewoon spellen van vorig jaar, zoals Tomb Raider heb ik gezien. Die kost normaal 60 euro of zo. Kost nu maar 15 euro. Dat is fucking goedkoop. Ik ga waarschijnlijk ook wel stel games opkopen. Die ga ik dan misschien ook wel let's playen. En dan bijvoorbeeld Tomb Raider, want die lijkt me nog leuk om een keer te spelen. Ja, als mijn laptop betrekt natuurlijk, hè. Dat is weer een andere vraag. Laat ik even mijn huis terugvinden voordat ik de weg kwijtraak. Daar is lavastroom. Ik moet gewoon een beetje van die punten onthouden waar ik vandaan kwam. Als we die kant op lopen, dan komen we volgens mij vanzelf wel bij mijn huis uit weer. Of niet? Fuck. Ja, hoe moet het nou als ik de weg niet terug kan vinden? Ik heb niet echt extra... Hoe heet het bij me? Extra... Oké, okay, deze stroom kan ik me herinneren. Waar kwam ik vandaan? Die kant volgens mij? Ja, oké. Okay. Maar ik heb dus geen obsidian bij me. Dus ik kan ook niet even een portal neerpleuren ergens of zo als we de weg kwijtraken. Oh, mijn huis! Oh, thank god. Oef, mijn mooie netherhuis. Nou, wat heeft deze nether zoektocht opgeleverd? Helemaal niks. Was het grappig om te doen? Dat wel. Nou, we gaan weer even terug naar de bovenwereld. Even de shit die we hier gevonden hebben even in de kist stoppen. Zo, soul sand en torches en... Wat, kan je bomen planten trouwens? Dat lijkt me wel grappig. Denk het niet. Ik kan hem misschien wel planten, maar dan groeit hij niet. Nee, dat kan dus niet. Ja, dan nemen we die mee in de bovenwereld. Oef. Wat gaan we doen in de bovenwereld? Dat is een goede vraag. Ik ga denk ik aan mijn ondergrondfarm beginnen. Die gaan we deze kant op bouwen, denk ik. Even kijken hoeveel mijn pickaxe dat nog kan hebben. Anders moeten we nieuwe diamond pickaxe maken. En dat is best. Weet je, we hebben nog diamonds over. Uit. Weet ik voor wanneer. Toen we nog diamonds over hadden. Vorige aflevering. Want ik wist niet wat ik mee moest doen. Ik denk dat dit al veel ver genoeg is. En als we hier direct om naar boven graven, dan vinden we waarschijnlijk wel het plafond. Want als het goed is, liep het af. Ik wou net zeggen. Het liep een beetje af. Dus laten we hier even de kamer gaan uithollen. En dan gaan we hier gewoon mijn pickaxe een stuk. Vervelend. Gaan we hier gewoon de farm starten. Dan gaan we de vorige aflevering, volgende aflevering, want ik denk niet dat ik het afred überhaupt op die farm. Maar dan gaan we de volgende aflevering gaan we verder met bouwen. Had ik nog sticks bij me hier ergens hier binnen of niet? Ik kan me niet in dat ik ergens sticks had. Misschien zitten die hierin. Nee, ik heb alleen maar fucking veel redstone en ik weet niet wat ik ermee moet. Want ik ben een redstone noob. En ik ben er trots op. Wat moeten we hebben? Sticks. Hout. We hebben geen sticks meer. Die waren op. Oh, dat ik een torches opgemaakt, dat is waar ook. Helemaal vergeten. Zo, 14. Hebben we al meer genoeg sticks. We hebben nu... Ja, dat is redelijk genoeg sticks. Had ik de diamonds bij me? Ik had inderdaad de diamonds bij me. Mooi. Ik heb er 7, dus dan kan ik er ook nog wel een crafting table van maken, denk ik me net. Of geen crafting table, wat? Daar heb je geen diamonds voor nodig. Wat de hel. Een enchanting table, inderdaad. Maar dan moet ik steeds weer obsidian gaan halen. En dat is op zich... Ik moet ook een obsidian farm hier starten in mijn grotwoning als een hobbewoner. En ik wil ook eens een koeienfamilie hier gaan opsluiten als gezelschap voor mijn soort. Ik ben natuurlijk ook een koe, in hart en nieren. Dus dan doen we dat ook nog. We hebben nog heel veel plannen te doen, deze hardcore serie. We zijn tot nu toe lekker bezig, lekker voedsel. Ik wil even kijken wat de difficulty was, maar dat is hardcore, dus dat gaat natuurlijk niet veranderen. Ik vraag me af of het echt het allermoeilijkste is hardcore. Er zijn dus ook wel mods die het nog erger maken. Maar of hard niet nog moeilijker is, op gewoon normal survival. Maar ja, ik ben geen expert erover, dus ik hou mijn mondje erover. Hardcore lijkt me toch echt het allermoeilijkste. En tot nu toe vind ik het ook wel leuk, hardcore. Het is best wel afzien af en toe, omdat je dan doodgaat. En terwijl je heel veel harde werk hebt geleverd. Maar ja, zo is het leven. Er zijn tegenslagen en dan moet je te boven komen af en toe. Eens kijken, dit kan ook wel weg. Een beetje hoge open ruimte. Is dat nodig? Nee, doe ik het? Ja, dat wel. Het ziet er zometeen wel lelijk uit, want dan moet daar een deur komen en die deur die zit nog een blok boven. Dan doen we daar gewoon glas in, dat lijkt me op zich wel mooi. Oh, dat is niet de bedoeling dat die steen weggaat. Nou ja, dan maken we er nog eentje breder, joh. Maakt mij het uit. Ik vind het echt geen probleem om even breder te maken. Dan gaan we hier de farm starten. En dat is ook mooi, want dan hoeven we geen hekken te bouwen, waardoor we dieren buiten houden. Dus dit is eigenlijk gewoon een win-win situatie hier binnen een farm beginnen.
Het is ook makkelijk bereikbaar als het echt regent of onweert of zo. Of als een apocalypse uitbreekt. Als er opeens gewoon een hele creeperstam voor mijn deur staat. En bedenkt van, goh, laten we deze gast stalken voor de rest van zijn leven. Dan kan ik gewoon overleven door hier mijn farmje te beginnen. Ik ben eigenlijk zo'n soort prepper. Weet je wat dit zijn, preppers? Het zijn van die mensen die zich voorbereiden op het einde der tijden. Die gaan dan meestal ook onder de grond leven. Dus eigenlijk ben ik een prepper. Cowjuice de prepper. Yeah. En met deze notie wil ik de aflevering beëindigen. Dus bedankt voor het kijken van deze aflevering van Cowdish Gameplay Hardcore Survival in Minecraft. Laat een duimpje of een reactie achter en abonneer op Cowdish Gameplay als je dit een leuke aflevering vond. En natuurlijk meer wilt zien. Dus ik zie jullie de volgende keer en zeg daarom hier laters.